Wie zegt dat Bokstel niet bruist? Nou, die let misschien niet helemaal altijd even goed op, want er is weer van alles te doen in Bokstel. Onder andere proeftuin, het WSD Quickfest en het Joop jongeren muziek evenement. Ze zijn allemaal hier. Welkom bij Dommeland Live. We gaan het hebben over verschillende evenementen in Bokstel. En aan tafel zitten Yvonne van As, voorzitter van het comité van de proeftuin. Ja. Paul Hermans van Joop Muziek Educatie. Ja. En Kim Hagens, WSD jongerenconsulenten van het WSD Quickfest. Ja. Drie hele verschillende dingen. Ze hebben allemaal te maken met Bokstel. Mijn eerste vraag is, wisten jullie van elkaars evenementen en kennen jullie elkaar al? Ik wist wel van het evenement van hun. Ik kan zeggen, het proeftuin is wel heel bekend. We kennen elkaar verder nog niet. Nee. Oké. Gaan jullie bij elkaars dingen op bezoek dan? Hoop ik, denk ik, verwacht ik. Ja. Misschien wel leuk, hè? Dat lag al. Volgend jaar misschien samen te doen. Voordeel van netwerken, hè? Ja. Ja, ik begin in dit geval bij Kim, want dat is toch het minst bekende nog. Ja, hè, dan mag iets aan veranderen, vinden wij. Hè? Dat is leuk als iedereen het weet. Op 11 april organiseert WSD het jongerenfestival Quickfest. En het is een festival waar jongeren en professionals alles te weten komen over WSD Quickstart. Ja. Wat is dat? Waar hebben we het over? Ja. Ja, WSD Quickstart is een onderdeel van WSD, sociaal ontwikkelbedrijf in gemeente Bokstel. Mm-hmm. En Quickstart is speciaal bedoeld voor jongeren tussen de 15 en 27 die net extra hulp nodig hebben met het zoeken van een baan, het houden van een baan en wat WSD Quickstart het belangrijkste vindt is ontwikkelen in een baan. Oké, en jij zegt een jongere groep tussen de 15 en de 27 jaar. Ja. Dat is vrij ruim. Het is een brede groep. Een brede groep, want jullie bestrijken zeg maar 9 gemeentes. Ja, WSD heeft 9 gemeentes. Wij zitten, zeg ik wel eens de 3 landenpunt. Wij zitten tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven in. Ja. En die gemeentes, daar zit WSD. Oké, en is dat allemaal vanuit Bokstel dan? Het hoofdkantoor zit in Bokstel, maar we werken zo lokaal mogelijk. Dus dat wil zeggen Drunen, of die zit er net niet bij? Nee, Drunen zit er niet bij. Drunen, weet ik het, zit er ook niet bij. Nee, Drunen, Son, Oosterwijk, Vught, Bokstel, Gestel, Pest, Oorschot. Een 10. Ja, WSD, daar hangt nog voor veel mensen een oud plaatje aan, tenminste. En ik vind dat helemaal niet terecht. Vroeger dachten we, nou, bij de WSD, dan ga je schoffelen. Ja, dat klopt. Voorheen waren we een werkbedrijf. We hebben nog steeds het groenteam, waar we overigens heel trots op zijn. Zeker. Want die houden de 9 gemeentes maar mooi schoon. Zo is dat. Maar inmiddels zijn wij een ontwikkelbedrijf en doen we zoveel meer als waar inderdaad onze mensen ons van kennen, van het schoffelen. Ja. We werken met heel veel externe bedrijven samen en we kijken echt naar wat iemand kan op dat moment, wat ze aankunnen en hoe hoog ze kunnen groeien in hun eigen tempo. Hoe komen ze bij jullie terecht? Veel via de gemeentes die betrokken zijn, WMO. Maar ook mensen mogen zelf gewoon bij ons binnenlopen of ons bellen om te zeggen, help, ik heb een vraag. En dat is zo toegankelijk dat dat ook kan? Het is echt met een bak koffie, gewoon zitten zoals we hier ook doen. Ja. Gewoon laagdrempelig, gewoon eens aanhoren wat er aan de hand is en wat we kunnen doen en wat we kunnen bieden. En dat jongeren, het Quickfest is een boerderij Dommeltje. Ja, klopt. Wat gaat daar gebeuren en voor wie is het dan? Het is voor echt die doelgroep tussen de 15 en de 27 jaar. Bijvoorbeeld de jongeren van Baan en Heren College komen, jongeren van het Vader College komen. Maar ook als de jongeren op de bank zitten die denken, ik weet het niet, die mogen daar naartoe komen. Okay. En het is echt ruiken, voelen, proeven. Het is alleen maar de dag is doen. We hebben een hefruksimulatie. We hebben een stukje beeld van een eerdere bijeenkomst. Leuk. Misschien leuk om dat te laten zien. Hoe vond je het om dit te doen? Leuk en interessant. Want je ziet het wel eens buiten op straat en denken, dat zou ik ook wel een keer willen doen. En ik ga even staan. Het is toch weer een keer wat nieuws, hè? Ik moet toch een keer een tand geven. Leuk ervaring. Dingen gewoon bovenop leggen en als ook meer mogelijk dingen in elkaar leggen.
Mooi om te zien. Ja, leuk hè? Ja, want dat is altijd beter dan woorden. Dat is heel divers hè, wat ze dan kunnen doen. Nou ja, we hebben heel veel jongeren nagevraagd. En een open dag is vaak het suf, saai, luisteren. Dus we hebben gevraagd wat is leuk. Festivals zijn leuk. Eten, drinken, muziek en vooral doen. Mm-hmm. Dus dat is voor ons het concept geworden waar wij mee aan de slag zijn gegaan. Dus het is echt, nou ja, zoals je ziet op het filmpje, heel veel doen en ervaren en proeven. Heerlijk. En zelf kijken wat je dan wat bij je past. Ja, ik zag hier ook dat op 11 april bij het dommeltje, dat er dan een wedstrijd ramenlappen is. Ja, er zijn allerlei verschillende challenges. Ja, wat leuk. Allemaal challenges om te doen, om te kijken wie het snelste raam kan lappen. Wie het zelfs, zoals je in het filmpje zag, de vrachtwagen in kan laaien. Ja. En zo zijn er allemaal gekke, leuke dingen bedacht om jongeren toch kennis te laten maken met verschillende soorten werk. Je zegt Baan der Heren College en andere scholen komen mensen. Is dan zo'n hele school uitgenodigd? Of wat in principe wel, maar vaak zie je wel dat ze ervoor kiezen om een praktijkstukje daar zo'n dag te laten komen. Omdat die toch vaak net even meer een zetje nodig hebben met de opstap op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Hoe bereik je nou de jongeren die niet meer op de middelbare school zitten? Hoe krijgen jullie daar een beeld bij? Je zei net al, soms via de gemeente, de WMO. Maar... Ja, WMO, je hebt natuurlijk al in het jeugdzorgland heel veel mensen betrokken en gelukkig heel veel netwerk daaromheen. Ja. Daar werken we heel vaak mee samen, maar ook gewoon proberen zoveel mogelijk in de wijk te zitten. Bijvoorbeeld in B-Town hier in Boksel te gaan, koffie drinken, om te kijken wat er is. Om overal ook aanwezig te zijn en te zijn, zodat ze ook iedereen weet wat we doen en wat we kunnen. Ja. En ook een beetje aan het stigma natuurlijk te werken, wat er soms nog steeds is. Ja. Wat is de problematiek van deze jaren als je kijkt naar de jongeren? Kun je dat omschrijven? Je ziet nou met afstand tot werk dan? Ja, jij ziet nou heel veel de coronajongeren nog steeds, die toch op... psychische vlakken door de jaren stilstaan, op een snuffert zijn gegaan, die nou echt langzaam moeten opstarten. Je ziet heel veel psychische problematiek, je ziet ook heel veel verslaving in allerlei soorten en maten natuurlijk, wat al in de maatschappij natuurlijk ook een groot probleem is. Dus dat zijn momenteel wel onderwerpen die bij ons ook hoog staan. Oké, ik kom er zo meteen nog heel graag op terug, maar ik ga even naar een andere proef. Er gebeuren namelijk een proeftuin in van alles wat. In Boksel, daar wordt ook geproefd aan van alles en wat. Ja, jij maakt deel uit van een groep van ongeveer 20 bevlogen dames van Bellamy's. Ja, klopt. Lions Club Bellamy's. En jullie zetten je jaarlijks in voor het goede doel. Dit jaar is het Stichting Woongewoon. Ja, klopt. Vertel eens van die stichting. Wat is de reden van het doel dit jaar? Dat je die stichting hebt... Elk jaar hebben wij een andere voorzitter. Ah ja. Oh, en eigenlijk degene die tot voorzitter wordt gevraagd of gekozen, die bepaalt dat jaar wat het goede doel is van dat jaar. Dus dat mag iemand dan zelf kiezen. Zo, ja. Ja, en we proberen wel eigenlijk altijd iets lokaals te vinden. En eigenlijk zetten we ons dan het gehele jaar in voor die stichting, om daar voor dat goede doel, om zoveel mogelijk geld op te halen. Wat kun je vertellen van Stichting Woongewoon? Stichting Woongewoon, dat is een stichting die helpt, die wonen... naast de Heilig Hartkerk wonen uit mijn hoofd 9 of 7 jongvolwassenen met een beperking. Mm-hmm. En die wonen daar vrij zelfstandig. Dus ze hebben wel de hulp die ze nodig hebben, die krijgen ze aangeboden. Maar verder wonen ze daar redelijk zelfstandig. Die hebben daar een heel mooi pand. Ze hebben eigenlijk nog geen geld gestoken om de tuin op te knappen. En dat was wel een grote wens van de bewoners ook. Wij zetten ons dit jaar in om voor hen een hele mooie tuin aan te leggen. En er zijn al verschillende sessies geweest, ook met de bewoners erbij. Want die moeten daar natuurlijk uiteindelijk wonen. Hoe was dat? Ja, hartstikke leuk. Ze zijn ook heel enthousiast. En we nemen hun input ook heel erg daarin mee. Mm-hmm. En we proberen deels door gewoon geld op te halen, bijvoorbeeld door middel van de proeftuin. Maar ook door bijvoorbeeld in Natura mensen te vinden die iets willen betekenen daarvoor. En ze willen natuurlijk een leuke veranda en een lounge. Maar het moet natuurlijk ook wel onderhoudsvriendelijk zijn. Hè? Kijk, als ze hele weekend in de tuin moeten gaan werken om ingewikkelde planten te onderhouden, dan is het misschien een beetje ingewikkeld. Ik zit meteen te denken aan wat een leuke projecten. Ja, precies. Een soort kruisbestuiving misschien mogelijk. Ja.
Oké. En dan, ja, eigenlijk luiden jullie met proeftuin het voorjaar in Bokstol. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al de Boerenmerkt gehad in Liemt. Ja. Maar de proeftuin is toch wel het eerste andere buitengebeuren wat dan te doen is. Ja, toen noemen we het zelf ook een beetje het startseizoen van de lente. Ja. Het is in de tuin van het Sint-Lucas. Ja. Hebben jullie iets gemerkt van een terugloop na de, na de corona? Nou, denk eigenlijk niet echt. Ik denk dat we heel veel vaste bezoekers hebben ook. Ja. En we proberen het altijd overal te promoten met posters en op social media. En, en hier bijvoorbeeld, precies. Op verschillende plekken. Ik denk eigenlijk niet specifiek corona. Ik denk wel, wij zijn gewoon wel weersafhankelijk. Dus het ligt heel erg aan het weer. Spannend hoor. Ja, als mijn bak uit de lucht komt vallen. Kijk, wij kunnen voorbereiden wat we willen. Ja. Maar uiteindelijk, als het heel hard regent de hele dag, zul je toch echt wel minder bezoekers hebben dan wanneer het heel mooi. We hopen altijd op een lekker lentezonnetje. Inderdaad, zo hopen we ook voor iedereen. Hè? Ik kom ook nog bij jou terug, maar ik ga even naar Paul. Joop, jeugd, muziek evenement. In Podium Bokstol. Het zit allemaal vrij dicht op elkaar, maar dat geeft helemaal niks. Voor elk wat wil, zeggen we dan. Wat gaat er gebeuren op 13 april? Wij gaan op 13 april de Nationale Kindermuziekweek eigenlijk afsluiten. Want die begint eigenlijk op 5 april. En in de aanloop naar die muziekweek en na dat evenement zijn we op 9 scholen bezig geweest met 64 workshops. Zo. En die sluiten we af tijdens dat evenement. Dus dan wordt er een presentatie van die workshop gegeven door degene die de workshop op school verzorgd heeft. Daar hebben we ook kinderen voor uitgenodigd. Daarnaast hebben we een grote afsluiter met Jeffrey Parmitier. Ja, en daar die had komt ik een half uur optreden. Daar had ik dus nog nooit van gehoord, maar hier hebben we hem. Oké. Hij was in Liemt. Komt hij dadelijk aan, geweldig. Ja, dat is niet de minste, hè? Nee, dat is zeker niet de minste. Hartstikke leuk dat hij dat doet. Ja, hij is inderdaad ook in Liemt geweest. Hij is in Liemt want geweest zijn vanwege ook, Concordia, ja. Vanwege hun jubileum. En we hebben ook op een aantal scholen in Bokstol als Joop gebruik daarvan kunnen maken dat hij in Liemt kwam. Ja. Dus hij is ook al op een paar scholen geweest. Hartstikke leuk. Maar wij hadden zoiets, wij willen wel echt een event. Wij willen dus ook dat er kinderen komen. Ja. Ja, dan moet je iets hebben. Dan moet je iets kunnen presenteren. Ja, nou, ik zie daar al klikken. Zo gaat het wel uit. Ja, wat we ook doen is, we starten dan ook met een Bokstels jeugdkoor. We zijn op 2 scholen zijn we al begonnen met koortjes. En die gaan we samenvoegen, daar gaan we 1 koor van maken. We gaan proberen om daar een flink koor van te maken onder Joop. In de toekomst bedoel je? In de toekomst, ja. Maar we starten, die zijn er al, die koortjes, maar maken we 1 geheel van. Dan gaan we ook buiten schooltijd gaan we met die kinderen aan de slag. Want nu hebben we heel veel dingen die we onder schooltijd doen. Ja, maar dat gaan we onder schooltijd. Dat gaan we na schooltijd doen. En Jos Vervoort, die gaat leiding geven aan het koor. Die heeft ook 1 van de workshops verzorgd. Maar we hadden workshop zang, we hadden een workshop kennis maken met blaasinstrumenten. We hadden workshop dans van Debbie Ophof. We hadden workshop taal en rap met Jasmier Attaf. En, jullie hadden heel veel workshops. Ja, we hadden 5 verschillende workshops. Scholen konden inschrijven. Dat hebben we gedaan via de brede school, via Cultuurbox. We hebben er een mooie foto van, van een van de workshops. Ja. Dat is denk ik met Debbie. Dit was met Debbie op de Hopdonken, Ja, heel leuk hoor. En dan doet zijn hele klas, die doet heel enthousiast mee. Je ziet dus dat kinderen dus in een half uurtje tijd leren ze gewoon een hele dans met alle bewegingen erbij. Ja, wat zien we hier, Paul? Ja, dit is Peter Spierings, die heeft kennismaken met muziekinstrumenten verzorgd. En als afsluiter, ik zag toevallig vandaag in Brabant Centrum, hij zei van, weten jullie ook dat onze grote autocoureur, dat hij ook op een instrument speelt. Hij wist het niet, pakt een schuiftrombone. Je moet toch, gewoon heel erg leuk. En dan, ze hebben ook muziekinstrumentjes gemaakt. Dat hebben we zelf geregeld. Dat hebben Paul van Alf en Frans Snellers gedaan. Dat zijn de penningmeester en de
voorzitter van onze stichting. Ja. Dus, ja. Stichting Joop, ik heb een kriebel, sorry. Ja. Stichting Joop Muziek Educatie. Ja. De oorsprong kwam eigenlijk ooit, heb ik dat dan goed, de behoefte uit om de verschillende muziekverenigingen of vaders bij elkaar te krijgen? Ja, wij zijn na het omvallen eigenlijk van de muziekschool. Er zijn nog allerlei initiatieven geweest in Boksel om dat toch weer van de grond te tillen. Dat is allemaal een beetje niks uitgelopen. En toen hebben wij vanuit de toen nog vier verenigingen in Boksel, de Gildebondsharmonie, Bokselsharmonie, de Fanfare Concordia en de Fanfare Uilenne-Zeuvel, waar ik voorzitter van was, hebben wij geprobeerd dus om eens te kijken van waar lopen we allemaal tegenaan. Ja. Geen nieuwe aanwas van jeugd. Jongeren die erin zitten, gaan studeren, zijn weer weg. Mm-hmm. We moeten iets gaan bedenken waardoor we kinderen weer enthousiast krijgen om mee te gaan doen in het muziek maken. Vooral samen muziek maken. Zeker. En dat uiteindelijk is er op dit moment, om een heel lang verhaal even kort te maken, is in feite Boksels Harmonie dan zo'n beetje de eigenaar. Ja, wij zijn al fanfare gestopt. Dus, maar we werken wel heel nauw samen met Concordia en ook met Willy Broders in Est. En we hebben ook hele goede contacten met de Gildebondsharmonie, want die doen de 14e, hebben die hun eigen evenement in Baan der Heren College. Ja. Ja. Ook allemaal in het kader van muziek en de muziekweek. Oké. Okay. Ja. Ook straks meer, want ik ga even terug naar de proeftuin. Ja. Is er dit jaar voldoende animo ook weer van Bokselse ondernemers om mee te doen? Jazeker. Ja. Ja, nou hebben we het geluk dat we het inmiddels al voor de 13e keer organiseren. Nou. Dus het is draaiboeken liggen klaar. De draaiboeken liggen klaar. En we proberen wel elk jaar natuurlijk wat te verrassen en wat nieuwe elementen toe te voegen. Maar het fijne is dat we dus met heel veel vaste leveranciers en vaste bedrijven werken. Ook allemaal lokaal die ons een warm hart toedragen. Dus die ons heel graag daarbij helpen. Wat is er nieuw dit jaar? We hebben iets minder. We hebben aan de ene kant wat minder deelnemende restaurants, maar die bieden meer gerechtjes aan. Dus dat hebben we eigenlijk iets aangepast. Voorheen hadden we wel eens misschien wel 10 verschillende soorten. Nu houden we het op 3. Mm-hmm. Maar die bieden wel allerlei verschillende dingen aan. Mm-hmm. En voor de rest proberen we eigenlijk altijd vooral het verschil te maken in het kinderprogramma. Omdat we merken dat als het is echt een evenement voor de hele familie. Ja. En zolang je de kinderen een heel leuk programma aanbiedt, blijven de ouders meestal wel hangen met een drankje. Zo gaat het. Ja, dus, en ook fijn in die tuin, als het dan droog is, hè, dan heb je gewoon een vakantiegevoel. Hè? Precies, en het is onmuurd. Dus dat is met kleine kinderen ook fijn, dat ze daar niet zomaar weg kunnen lopen. Ja. Dus we proberen elk jaar wel een heel gevarieerd aanbod voor de kinderen. En niet dat ze als ze aankomen zeggen, zo was het vorig jaar, alle jaren precies hetzelfde. Ja, alhoewel dat aan de ene kant natuurlijk ook wel een beetje verwend klinkt, maar het is gewoon zo. Het moet een uitdaging in zitten. En het is allemaal voor het goede doel, hè? Ja. Dat moeten we niet vergeten. Ja, alles gaat naar het goede doel. Ja, precies. Jullie houden ook rekening met mensen met een kleine beurs, want tegenwoordig is natuurlijk een tas boodschappen al verschrikkelijk. Maken we allemaal mee. Ja. In hoeverre houden jullie rekening met het concept hierin? Ja, weet je, voor ons is het gewoon belangrijk dat het inderdaad voor iedereen toegankelijk is. Hè? Want naast het feit dat ons doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel, vinden we het ook gewoon super belangrijk dat iedereen kan komen en dat het echt een lokaal evenement is voor Bokstel en omgeving. We proberen altijd, we vragen een entreeprijs met €3. Hè, en dat is dan ook helemaal, gaat natuurlijk ook naar het goede doel. Ja. Maar dat proberen we laag te houden. En daarvan krijg je, staat heel de middag ook een DJ en er komt een band optreden. Dus daar proberen we wel al veel voor aan te bieden. We zullen geen drankprijzen vragen zoals je bijvoorbeeld met carnaval in Den Bosch of zo kwijt bent. Of paaspop. Zoveel zul je bij ons niet kwijt hoeven maar zijn. Maar iedereen mag gewoon komen. Als je in bestel het je een glas loopt, water of je drinkt niks, bij wijze van spreken. Je kunt even kijken en leuk is dat. Ja. En we hopen natuurlijk wel dat iedereen ook wat proeft. Hè? Dat is leuk voor de horeca die er staat. Hè? Die hebben daar hun best op gedaan. En ook een drankje, want het gaat dus allemaal naar het goede doel. Dus dat is natuurlijk voor ons heel fijn. Ja. Maar iedereen is van harte welkom. Leuk. Ik ga nog even terug naar Kim over WSD Quickstart.
Stel dat er jongeren zijn en die horen hiervan omdat de ouders hebben gekeken of noem maar op. En die zeggen van, goh, wij willen daar, goh, ga eens kijken. Is dat iets? Zullen we meegaan? Kan dat? Zeker. Mogen zeker. Ze gewoon er naartoe? Of? Je kan je eigen aanmelden. Even googelen WSD Quickstart en dan kom je vanzelf op onze pagina. Maar is dat lastig of denk je, spannend en ik weet het nog niet? Kom gewoon langs en dan kunnen wij daar ter plekke gewoon kennis maken. Mm. Hoeveel jeugdconsulenten werken er bij WSD? Ik en 3 collega's, dus 4 in totaal. Zo. Ja. En die zijn er allemaal dan die dag? Of? Die zijn er allemaal en onze jongere coach is er en al onze collega's. En we hebben jongere trainers in dienst, dus die komen ook allemaal en die zijn er ook allemaal. En zoals je op het filmpje net zag, een boxclinic en een theaterclinic en ja. van alles te doen. Dus iedereen zal die dag aanwezig zijn. De drempel om er naartoe te gaan, hè, om hulp te vragen, is natuurlijk, dat is de moeilijkste drempel om te nemen. Hè? Dat is het zeker, dat is het zeker. En daarom ja. zo laagdrempelig mogelijk, ja. al kom je alleen maar een broodje hamburger eten en even een rondje kijken en ga je weer weg. Ja. En laat je je nummer achter, zodat je denkt, nou, kunnen ze me eventjes bellen of appen. Tegenwoordig natuurlijk. Of we geven hier ons nummer dat je op een ander moment nog even kan appen over vragen die je hebt. Om het zo echt zo laag mogelijk te maken. Want wat eigenlijk jullie bedoeling is, is kenbaar maken dat dit werkbedrijf er echt voor iedereen is. Ja, dit ontwikkelbedrijf is echt voor iedereen. En als je een vraag hebt over werk of over de weg naar werk of over ontwikkeling in werk, dan... Neem de stap en probeer gewoon toch dat appje even te sturen, want dan gaan er echt wel deuren open. Wat gebeurt er als je daar dan komt? Stel, ik ben 25, school was ook niet alles, baantjes was niet alles, ik loop vast. Wel geen uitkering, te veel blowen, ik noem maar iets, om toch te overleven. Ja. Ik bedoel, dat kan. Zit je dan helemaal vast? Word je helemaal opgezogen in die WSD onder controle? Of nee, juist helemaal het niet. Is eigenlijk, de tijd is eigenlijk te kort om dat allemaal te vertellen. Ja, ik wil heel veel vertellen. Ik vind het heel interessant. Ja, nee, het is echt maatwerk. Dus we kijken echt van wat heb je nodig en wat wil je. En we hebben een heel mooi programma ontwikkeld. Wat bestaat uit de 3 O's. Ontdekken, ontmoeten en ontwikkelen. En alles mag en alles kan. Wat je zegt, we hebben jongeren van 25 die zeggen, ik wil gewoon werken en altijd een friemel aan mijn hoofd, daar heb ik geen zin in. Maar we hebben ook jongeren van 16 die echt heel angstig over de drempel durven te komen. Ja, snap ik. En die echt niet weten wat ze willen of waar ze goed in zijn of wat ze kunnen of wat er te halen is op de arbeidsmarkt. En zo kun je stap voor stap blokjes bouwen met het traject dat bij jou past op dat moment. Ja. En ook qua uren en opbouw. We bieden contracten vanaf 8 uur in de week tot 37 uur in de week. Ja. Dus het kan voorzichtig allemaal. Alles kan heel voorzichtig. En we hebben ook voortrajecten weer naar een contract toe. Dus we kunnen echt zo klein en zo laag mogelijk beginnen als op dat moment nodig is. Dus die angst die er is, is begrijpelijk, maar die is niet nodig, want je zit nergens aan vast. De eerste, wat je net zag, de eerste stap is echt heel moeilijk. Maar als je hem durft te maken en gewoon met een bak koffie of een kopje thee... Dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Dan gaat er echt langzaam in je eigen tempo een wereld open. Mooi. Ja. Paul, ik zie jou knikken. Jij, ik ben natuurlijk onderwijsman, hart en nieren. Jij houdt daar wel van, neem ik aan. Hè? Ja, zeker. Er zijn gewoon heel veel jongeren die uitvallen en die de school niet afmaken. Want dat is denk ik ook een hele grote doelgroep die bij hun terecht kan. En die dus door zo'n ontwikkeltraject toch uiteindelijk een baan vinden. Of bij hun kunnen werken, maar vaak ook extern. Ja, en we hebben heel veel mensen nodig. Nou, zo is het. Ja. Dus, en dan ga ik even terug naar Stichting Joop Muziek Educatie. We weten natuurlijk allemaal dat muziek ook één van de vele manieren is om lekker bij jezelf te komen en uit het hoofdje en te genieten samen met elkaar en van de muziek. Wat willen jullie dit jaar bereiken met Joop? Wij willen eigenlijk dat er sowieso in het hele onderwijsveld veel meer aandacht gaat komen voor muziek. Ja? En daar zetten wij ons vooral voor in. Ja, ja. En daar doen we dus allerlei workshops, deden we al. We gaan ook op scholen, verzorgen we lescycli. En we zien dat er gelukkig een aantal scholen nu ook een muziekdocent in dienst hebben genomen. Ja, dat was... Maar het is, als je ook naar... bijvoorbeeld een professor Schredder, die is al een aantal keren op de televisie geweest. Ja. Die toont dus gewoon aan hoe belangrijk of het is
dat je met muziek bezig Zeker. Bent. Het is de ontwikkeling van je geest. En we hebben in de toekomst hebben we mensen nodig die creatief zijn. Ja. Ja, en kennis, die halen we dadelijk allemaal bij de AI. Ja. Ja, die heb je niet meer nodig. Of in ieder geval heb je steeds minder nodig. En je talen heb je ook steeds minder nodig. Maar creatief zijn, zelf dingen kunnen bedenken. Ja, en daar is in de muziek kan je daar heel veel mee bereiken. Zeker was dat er ook, hè? Nou, ja. Ik wilde net zeggen, ik ben opgeleid tot vakleerkracht muziekleider op school. Oh, okay. Ik ben helemaal nog meer vrijwilliger. Ja. Nee, maar het is zo belangrijk. Maar niet iedereen vindt het sexy genoeg of zo, hè, of stoer genoeg. Maar het is zo belangrijk. Daarom is dit zo leuk met zo'n DJ erbij. En je ziet gelukkig ook dat scholen nu nieuwe methodes weten te vinden. 1, 2, 3, zing is er zo één bijvoorbeeld. Daar hoef je als leerkracht... Ja, mijn dochter is... Daar hoef je als leerkracht nauwelijks iets te kunnen. Want het is allemaal digitaal gestuurd. Het komt op het scherm in de klas en je doet mee en de kinderen worden uitgedaagd om mee te doen met nieuwe liedjes, te dansen, te klappen, ritmes, noem maar op. Ja, je kan er thuis ook. Ideaal. Mijn dochters staan ook te springen op 1, 2, 3, zing. Ja, ouders kunnen er thuis ook mee aan de slag. Dus leuk het is, hoor. Ja, maar het gebeurt nog veel en veel te weinig. Ja, het is... Ja, helaas. Eng. Ook als leerkracht. Maar je denkt dat je dan toch allerlei dingen moet kunnen. En dat zit niet meer in de opleiding tegenwoordig. Dat zat er wat jammer. Wel in. Ja, er zit wel dat wat was mijn in, maar favoriete vak. Fragmenten zitten er nog in. Dus met bewegingsonderwijs zie je dat ook. Maar het is toch veel te veel theorie nu? Ja. Ben ik de enige die dat denkt? Ja, en te veel van heel veel verschillende dingen. Heel veel. Gewoon bewegen, spelen, ontdekken en dan... Handen slim noemen wij dat. Kijk, je hebt boeken muziek, slim en handen slim. Juist. Muziek kan je de hele dag door doen. Hè? Ja, zeker. Ja, en je ziet dus bij jongere kinderen in een groep 1-2, er wordt heel veel gedaan met muziek en ritmes en klappen. En ieder evenement is en dan is het in één keer afgelopen. Want dan gaan we andere dingen doen, die zijn belangrijker. We gaan voor meer muziek in de klas, maar eerst zou het natuurlijk prachtig zijn. Iedereen mag naar Podium Boxel komen. Zeker. Graag. Dat zei het is 13 april van 2 tot 4. Van 2 tot 4. We hebben het ook echt beperkt gehouden. Flink uitpakken in 2 uur tijd. Knallen. Ja, inderdaad. Ja. Dan de proeftuin. Ja, precies hetzelfde. Het is voor het goede doel Stichting Woongewoon. Als mensen daar iets van willen weten, dan kunnen ze natuurlijk gaan googlen. Ja. Heb je nog tips voor de mensen die komen? Moeten ze nog kleedjes meenemen of kleding aan? Of is het allemaal, doe maar lekker wat je wil? Wij zijn helemaal voorbereid. Dus zolang de zon schijnt, mag je komen hoe je wil. Maakt helemaal niet uit. Je mag een kleedje meenemen als je leuk vindt. We hebben heel veel staattafels staan op het veld. Hè, dus kun je lekker met je vrienden of familie lekker gaan staan. En de kinderen vermaken zich aan de andere kant waar alle activiteiten voor de kinderen zijn, maar daar kun je ook lekker tussen gaan staan. Je mag eigenlijk... Mag alles, hè? Ja. Wie hadden jullie nu? Je zei, we hebben een DJ, want jullie hebben ook altijd muziek, hè? Ja. Wat heb je nu? Ja, we hebben eigenlijk gedurende de middag een DJ, die komt van Pressplay. En we sluiten af met een band, Stoke, eten zij. Oh, ja. Dus dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. En toen we afgingen sluiten, zei je al heel veel bezoekers van, volgend jaar moet je weer voor... Toen dachten we, die gaan we gewoon nog een keer vragen. Ja, als het goed is. Dan hadden we vandaag en gisteren kon je al lezen op social media dat Bazaar Boxtel helaas niet doorgaat dit jaar, omdat er een gebrek is aan vrijwilligers. En ik kan me helemaal voorstellen dat als je niet genoeg mankracht hebt, dat je dan zo'n groot event, dat kun je niet borgen, dat gaat niet. Als jullie dit horen, wat denken jullie dan? Ja, triest. Heel jammer. Ja, echt heel jammer. Ook een begrip in Boksel eigenlijk, de bazaar. En dat het dan dit jaar niet door kan gaan. Dat is wel echt heel jammer. Ik zit dan te denken, kunnen dan al die vrijwilligers niet de handen ineens slaan en elkaar vinden om ook daar bijvoorbeeld de schouders eronder te zetten. Zo zonde, hè? Ja, heel jammer. Ja. Je komt wel op heel veel plekken dezelfde vrijwilligers ook weer tegen. Dat klopt. Ja, en ik vind dat mensen die dit dus bijvoorbeeld dan horen, vooral ook jongeren, die moeten zeggen van... het is maar één keer per jaar, het is maar een aantal weken, het is echt die dag, kom op, ik ga ook eens iets doen voor die gemeenschap. Ja. Oh, en het is leuk om te doen. Hartstikke leuk. Ja. Zeker, hè? Ja. Want door al jullie werk merk je ook dat je er zelf ook blijer en beter van wordt. Ik wens jullie allemaal onwijs veel succes met jullie mooie evenementen. Ik dank jullie weer hartelijk voor de komst.
En het publiek ook voor de komst. En jullie thuis voor het kijken. Dit was Dommeland Live. Tot de volgende keer. Thank you.